En baby Lua slaapt. Kijk hoe lief ze is. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is dinsdagochtend en we zijn in Rotterdam. Ik ga iets filmen en ik weet niet of ik het goed zeg. Met Nanne voor de ochtend. Mix of de show. Dus ik zal het zo filmen. Ik weet alleen niet of ik de namen en dingen goed zeg. Oh, I'm dark. Ja, that's it. En dan gaan we weer terug naar Amsterdam. Wij zitten. Ik weet niet of de camera blijft staan. Nee, weer in de auto. Naar Amsterdam. Dus we zijn al. We zijn al in Amsterdam. We gaan even foto's maken en dan ga ik met Stephanie afspreken. En ook misschien met Kay. Dat hoor ik zo meteen. En dan naar kantoor. Dus let's go! Ik ben naar Kay gegaan. En baby Lua slaapt. Kijk hoe lief ze is. En Steph is er ook gezellig. Je zit zo mooi in het roze. Het is wel echt een mooie, mooie fotoplek. Maar ik moet even laten zien wat ze net aan hadden. Dat was echt wel. Oké, Kay vindt de outfit van de baby. Heeft gewoon een wit pakje. Maar kijk, ze had heel leuk. Een plenetalpakje net aan. Super lief. Super cute. Ik heb Olivia gehaald op de crèche. Olivia, hoe was het op school? Nee. Was het leuk op school? Nee. Niet leuk. Niet leuk? En wij hebben lekker eten besteld. We hebben Mexicaans besteld. Ik ga lekker de hele avond zo min mogelijk doen. Wat wil je? Wat wil je pakken? Pakken. Wat moet ik pakken? Vlindertje. Vlindertje. Die vlinder moet je wel voorzichtig doen. Voorzichtig, hè? Wauw, wat mooi. Ze wilde hem zo graag hebben. Yeah? Er was dus vandaag op school een lammetje gekomen. Ja, dat vertelde ze ook. En de juf vertelde tegen mij dat heel veel kinderen moesten huilen en bang waren. En Olivia helemaal aan de wolken was van het lammetje. Ze is zo'n dierenvriend. Was het leuk met het schaapje, Olivia, vandaag? Hi! Dat is een vlinder. Mooi, hè? Moet ik hem vasthouden? Oh my god. Er zit een hele barst in mijn camera. Tenminste, niet in mijn camera, in mijn scherm. Dat is vannacht gebeurd, denk ik. Anyways, good morning. Het is woensdagochtend. Oh my god, woensdag alweer. En ik heb Olivia naar de crash gebracht. En ik ga nu naar The Office. Want we hebben 3 sollicitatiegesprekken. En vanmiddag ga ik naar de kapper. Nieuwe extensions zetten. En what else do we have today? That's it. I think. Ja. Volgens mij zijn er ook heel veel mensen op kantoor. Iedereen is op kantoor. Op het werk. Heb ik het idee. Drukke dag op kantoor. Dus let's go. Oké. En dit is wat ik aan heb naar kantoor. Schoenen zijn Vans. Ik zal alles hieronder linken. Broek is vintage Levi's. En die heb ik bij Mick Keus gekocht. Mijn riem is vintage Chanel. Deze top is van Bunny Melville. Dit jasje is van Nelly. Die heb ik wel een paar maten groter gekocht. En mijn tas is van Fendi. En ik heb deze ketting nieuw. Van Lereux. Zal ik ook hieronder linken. En mijn Fendi oorbellen heb ik teruggevonden. De ene is goud. En de andere zilver. En ik ben alweer buiten. Let's go to the office. Ik ben al eventjes op kantoor. We hebben net 3 sollicitatiegesprekken gehad. We gaan nu lekker lunchen. Ja, het is een rotzooi. Overal. Maar zoals jullie weten is het overal een rotzooi waar ik kom. Dus ja. Let's eat. Ik ben aangekomen bij Beauty by Rose en we gaan mijn extensions eruit halen. Dit keer gaat het wel makkelijker worden dan de vorige keer, hè? Ja, deze keer wel. En mijn haar is dus best wel snel uitgegroeid. We gingen net kijken, ik ben maar 5,5 week niet geweest. Normaal kan je echt wel 3 maanden ook het laten zitten.
Alleen, ja, we gaan het nu doen. En ik wil eigenlijk mijn haar weer een stukje korter, want ik vind het kort echt leuk zijn. Dus ik denk dat er zo'n stuk ongeveer vanaf gaat. En we zijn klaar met mijn haar. Het is een stukje korter en rechter. Ja. Zo kan je het zien. Kijk. Het is dus iets korter. Maar ik ga het vandaag of morgenochtend even krullen. En dan laat ik het jullie wel zien hoe het dan zit. Ik vind het in ieder geval mooi. Ik ben weer thuis. En ik heb mijn make-up al op mijn ogen gekregen. En Sander is uit eten. En Olivia en ik zijn lekker thuis. Zit jouw hondje? Ja, ik heb niet meer te zetten. En ik ben echt super moe. Al de hele week eigenlijk. Komt ook door het weer. Het ene moment is het koud, dan warm, dan waait het, dan zon. Nu regent het. Een uur geleden scheen de zon nog. Maar apparently wordt het vanaf morgen mooi weer. En morgen is het donderdag. Morgen ga ik naar Bodyfix eerst. En dan ga ik een video opnemen voor het YouTube kanaal dat First heet. En dat is een spotlight. Dus ik ben benieuwd wat ik daarvan kan verwachten. Ik weet niet of jullie ooit die video's gezien hebben. En dan... ik wil mijn haar alleen echt even mooi stylen. Ik heb nu het gewoon stijl, maar ik wil het even helemaal zelf passen en doen. Ik wil het best bij de kapper weg geweest. Olly is bellen aan het blazen. Ik ga met zo'n koeien maken. Ga je koeien maken? Nee, je gaat bellen maken, toch? Uh-oh. Good morning. Ik heb net mijn haar gedaan. En ik vind het een beetje te kort. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Kijk. Het is best wel kort. Het lijkt wel veel dikker nu. Maar... maybe I think it's a little too short. Wat vinden jullie? Sander vindt het echt heel erg mooi. But I don't know. Ik weet het niet. Ik ga met Olly naar Kay. Want Olly heeft Lua nog niet gezien. En dan ga ik naar Bodyfix. En dan ga ik filmen. Maar dat had ik gisteren al verteld. Dus let's go. Ik ben aangekomen in Noord. En ik ga nu filmen voor First. En ik moet nog steeds wennen. Maar ik wou dat jullie mij reacties konden geven. Iemand zei laatst weer, je moet niet zo onzeker doen net aan ons vragen. Maar ik vind het gewoon oprecht leuk om te horen wat jullie van mijn haar vinden. Ik heb het een beetje denk ik ook slecht gekruld. Dat het daar een beetje dozig zit of zo. I don't know. Het is niet gewoon wel erg gezond. En daarnaast, het is haar. Dus het groeit zo weer aan. Ik ben thuis. Hoi. Hi, we hebben eten besteld. Bij Noor. Dus dat is heel lekker. En ik was mijn vlogcamera vergeten bij First na het filmen. Dat had ik helemaal niet verteld. Ik kan mijn camera aan Noord laten liggen. Stom. How stupid. Ik ben heel benieuwd hoe dat geworden is. Je gaat me zo meteen vertellen. Gaat je zo vertellen. Het was best wel intens, dus ik weet niet of ik het terug wil zien. okay. En toen heb ik een foto gemaakt, nog een afspraak gedaan en nu ben ik thuis. En ik ga vanavond met mijn moeder gezellig in het W Hotel slapen. Met Tyson voor moederdag. En morgen hebben we een ontbijt met nog wat andere influencers en hun moeders bij de Dutchess. Dus dat zal ik ook allemaal filmen. En morgen is ook mijn meet and greet met Tommy Hilfiger. En morgen gaan we ook nog foto's maken voor Dyson. Ja, dus van alles en nog wat. Hoe was jouw dag? Ja, cool. Ik heb het vervangen met Diplo. Ja, jij was net met Diplo. Ja. Wat vinden jullie van Diplo? Ik vind hem best wel knap. Eerst vond ik hem nooit knap. En Monica en wie nog meer? Ja. Oké, laat zeggen. Diplo is gewoon een musical genius. Ja, vind ik ook. Ik vind hem echt heel tof. Maar ik wilde dit verhaal even vertellen. Okay. Maar ik negeer jou altijd, zegt iedereen. Dus ik durf, is het niet, ook zo? Ik durf niet meer tegen je in te gaan. Maar anyway, dus ik was met Diplo, dat was super leuk. En vanavond ga ik er even met hem in de Paradiso. Met Cashmere Cat, yes. Peace. Wie is Cashmere Cat ook alweer? Oh my god, this woman. Oh, kebabjes. Kebab! En brood, oh my god, het ziet er allemaal zo lekker uit. Willen jullie wat drinken? Ja. Wat dan? Wil je bruisend water? Nee. Wil je bruisend water, mama? Nee. Waarom wil je dat niet? Ik wil een biertje. Biertje. Ik ga van het eten. Ik wil niet drinken. Misschien ga ik wel stiekem mijn bed uit en mee naar Paradiso. Ik heb alleen wel een lange dag morgen. So maybe I should not.
But maybe I should. I think you should. Wat leuk, Thomas gaat ook mee. Welkom. Thomas. Hensbroek of Helsloot? Helsloot. Gezellig. Let's go and eat. Kun je genoeg van jou? I hate my hair length. Ik heb echt aan wennen. Ik denk dat ik sugarbeer ga gebruiken. Even kijken of er nog ergens een kortingscode op Insta te vinden is. Wat ga je doen? Sugarbeer. Wat is het? Die pillen waar iedereen altijd advertisement voor maakt. Luister, je haar is echt schitterend. Ik snap dat je er even aan moet wennen. Het is echt serieus korter. Je moet even... Maar het is echt is dit? Heel leuk. Dit het is fris. Het maakt je een stuk jonger, schat. Kijk, dat gaan we gewoon even doen. Is toch heerlijk dit? I love it. Ja, ik vind het echt tof. En als het winter is, dan is het weer lang en dan is het ook goed. Ik vind staartje alleen heel leuk, dus ik ga het gewoon in de staart doen. Nee, dat moet je echt doen. Dat is echt grappig. Let's eat. Good morning, ik ben aangekomen in de Dutchess. En ik ga hier gezellig met mijn moeder ontbijten. Dus, dat is gezellig. Ik kan gemakkelijk alle camera's opbeelden. Al de belangrijke camera's. Nou, ik wil je welkom heten op video natuurlijk echt de topste en leukste interviews met jullie moeder. Ik heb het eigenlijk zo bedacht, samen met mijn vriend, wat we dachten, we moeten iets met Dyson bedenken waarbij we moeders kunnen betrekken, omdat het moederdag wordt. En ik ben met Dyson heel close samen, omdat ja, ik ben dit jaar het gezicht van Dyson. En we dachten, we moeten iets leuks doen voor die moeders. En vandaar dat we dachten, nou, quality time is altijd schade aan je haar. Dus je moet eigenlijk nooit meer goed doen wat het eruit gaat. Ja, dat is echt, als je haar heel erg slecht is verbrand, kan ik dus nooit meer terugnemen. Ik producten van oh, dit herstelt zijn haar. Haar kan eigenlijk niet meer herstellen na 150 graden. Voor een gefeunde groep, hè? Zo mooi zacht. Maar ik ga nu even een andere keer. Watch and learn. Eigenlijk het verschil lijkt niet zo groot. Ik moet het doen. Lisje is geweest door de haar en make-up en ze heeft vlechtjes en het staat heel cute. En Liz, haar mamsie, wordt ook gefeund. En Chell is het gezellig allemaal aan het doen. En mijn moeder zit nog in de make-upies, laat ik zo zien. Wat vindt mijn moeder mooi? Gaat in de make-upjes. Ik hou er wel van een beetje. En this is after. Het is echt mooi geworden. Die lipkleur is ook mooi. Ja, welke kleur is dat? Rosebud. Misschien heb ik die thuis wel. Ja, toch? Rosebud. Ik ga de nourishing lip. Oh, hou ik hem recht? Ja, maar mijn camera stelt weer is niet scherp. Ja. Top. Ja, heel mooi. Ja, I like it. Mijn haar is ook gedaan. Ik heb een bom. Ik vind het echt super leuk. Ik ben er heel blij mee. Nu gaan alle moeders op de foto.